Het voorjaar is binnen. Maar het voorjaar komt niet zomaar binnen natuurlijk. Dan moet je wel wat voor doen. Honderden leerlingen van basisscholen in Hollands Kroon hebben geprobeerd tulpenbollen in bloei te krijgen. Vandaag worden de tulpen van de Sint-Antonius-school in Winkel gekeurd. Mooi donkere van kleur. Nou, die zijspranten die kan je eigenlijk het beste zo gauw mogelijk verwijderen. Nou, deze moet er volgende week op zijn hoogtepunt zijn. 4 weken terug hebben we de kinderen van de diverse scholen een pot opgeplante tulpen meegegeven. Met een kleine gebruiksaanwijzing. En vandaag hebben ze allemaal mee naar school genomen. Dit is een typisch echt een mooie bloem. Het is toch altijd weer een wonder van de natuur. Goedemorgen allemaal. Jullie hebben ons ontzettend verbaasd. Want in alle tulpen zit zowat een bloem. En de eerste prijs is geworden... Jimmy. Wat heb jij met tulpen? Weet ik niet, maar ik heb zelf ook planten op mijn kamer. Ik weet wel hoe je ze moet verzorgen. Je hebt wel een beetje groene vingers. Ja. Nou, ik heb ze gewoon eigenlijk de hele tijd in de kamer gezet. En toen werd de een iets langer dan de ander. Dus toen had ik er hoedjes op gezet. En ja, en blijven draaien. Ja, wat had je erop gezet? Hoedjes, maar papier. Grote vraag is natuurlijk of de winnaars hun carrière in de tulpenbollen gaan voortzetten. Misschien dat ik later nog wel kan werken met tulpen, maar... Voor de rest niet zoveel. Ook geen bollenpellen? Nou, misschien nooit nog eens.